Antonia. NEC houdt de druk erop. Go Ahead krijgt niet de gelegenheid om van de eigen helft af te komen. Dumic. Goed gespeeld. Kadioglu. Wacht iets te lang. Maar krijgt die bal toch nog gevaarlijk voor. Mahi. Wat ruimte voor NEC, maar Mahi is de bal al kwijt. Crowley. Manu. Nu uit gaan halen, Manu. Goeie actie. Manu en de goal voor Go Ahead. Dat is een lekkere start voor de hekkensluiter in de Eredivisie. Grote gezeik. En naar Pampen. Zijn eerste doelpunt voor Go Ahead Eagles. Geweldige individuele actie die hier begint. Ze krijgen hem simpelweg niet van de bal omdat hij sterker is. Sterker dan de spelers van NEC. Ook Golla probeert het op het laatste moment nog. Maar dan schiet Manu hem al binnen. 0-1. Groenbast. Schenk. Crowley. Doelpunt van Manu heeft voor vertrouwen gezorgd. Bij Go Ahead. Antonia, Manu is helemaal vrij. Voorzet is ook goed, dat is een duw. Een duwtje toch in de rug. Bij Elvis Manu. Kuipers vindt het niet. Maar de verdediger van NEC neemt daar wel een groot risico. Van Haken. Hoekschop voor NEC. Na de ingreep van Sander Duits. Dumic en Golla zijn mee naar voren. Hier komt de kopbal. Vrije kopkans. Voor Dario Dumic. En daarna mogelijkheid om te schieten voor Rai. Maar de grootste kans was voor Dumic. Ongelooflijk dat hij zo vrijgelaten wordt. Vrije trap Fomichov. Groenbast komt weg. En daar ligt een countermogelijkheid nu voor Go Ahead. Antonia is ontzettend snel. Ja, hier is hij. Jorginho Antonia. Hoek lastig. Maar wel de goal. 0-2. Geweldige actie van Jorginho Antonia. Die de sprint wint van Breinburg. En vervolgens rondt hij het geweldig af. Wat een luxe voor Go Ahead Eagles. Het staat met 2-0 voor in de Goffert. Eerst die paas, die is al goed. En dan komt hij oog in oog met Joris Del. En verslaat hij de keeper. Ontlading bij de man van de paas, Pedro Chirivea. Risico genomen bij het uitverdedigen door Rietsmaier. Ja, dat kun je ook wel een beetje van hem verwachten daar. Dit is Kadioglu, maar die komt er niet langs. Grot heeft een verwoestend schot in zijn rechter. Wat gaat Crowley hier doen? Die neemt wel heel veel risico, bijna een eigen goal. Dit is uitverdedigen 2.0. Oh, wat een fout weer zegt van die Daniel Crowley. Die nu ook de huid krijgt volgescholden door zijn ploeggenoten. Met name door captain Sander Duits. Maar wat heeft hij daar toch allemaal in zijn hoofd gehaald, Crowley? Het is een wonder dat dat geen treffer oplevert voor NEC. Ook dankzij goed keeperswerk van Zwarthoed. Larsson. Rai. Grotkies positie, datzelfde geldt voor Messaoud. Mooie combinatie met Larsson. Kans NEC, grote kans voor Grot. Ternauwernood gered door Zwarthoed. Maar daar was hij al bijna voor de thuisploeg. Hoekschop Fomichov.
Wat vrijheid wederom voor Dumic. Golla omhoog, Grot omhoog. En wellicht een countermogelijkheid voor Go Ahead. Ja, heel rustig gebleven. Manu, paas van Crowley. Hier gaat Antonia. Hendricks komt vrij voor het doel. Als de voorzet goed is, is het raak, maar de voorzet is te hard. Hier nog Chiribea. En dan is het gevaar geweken. Maar wat zonde voor Go Ahead. Rietsmeijer. Manu. Crowley. En dan ligt er weer ruimte aan de andere kant. Hendricks ziet dat. Hier is Chiribea. Chiribea, Hendricks. En de redding van Del. Daar was de volgende mogelijkheid voor Go Ahead om er 3-0 van te maken. Grot, aanspeelpunt. Die rol ligt hem uitstekend. Rai. Harde voorzet. En op bijzondere wijze toch richting doel gekregen door Larsson. Manu. Goed weer. Twee man kwijt. Versnelling Manu langs Durenstam. Wat is dit? Penalty? Nee. Een vrije trap voor NEC. En geel voor Manu. Die gaat eraf. Dat is zijn tweede gele kaart. Rood voor Manu. Go Ahead moet verder met 10 man. Geel voor een Schwalbe. Het is ontzettend lastig te zien. Hij gaat makkelijk neer. Ik vind het niet echt een Schwalbe. Dit was waarvoor hij zijn eerste gele kaart kreeg in de eerste helft. Einde wedstrijd voor Elvis Manu. En het wordt dus 10 van Go Ahead tegen de 11 van NEC. Fomichov. Dan heb je de bal aan de buitenkant om de voorzet te geven. Ga je weer naar de andere kant toe. Dumic. Wel verlengd nu Golla. Dat is een kans. Hij is voor de centrale verdediger Wojciech Golla. Op de bal. Rai. Fomichov. Wat kan NEC nog? Hier een kans. Voor Larsson. Dat was weer een goede voorzet. Aanstaande vrijdag dus. PEC tegen NEC. Go Ahead speelt op zaterdag. Thuis tegen ADO. Dat wordt een degradatiekraker. Voorzet Groeneveld. Dumic nog hier. Aardige voorzet Grot en hij zit er nog in. En zo krijgen we nog een paar hele spannende minuten. 1-2. Grot vraagt om de bal, krijgt hem eindelijk een keer op maat. Misschien was hij zonder Grot er ook wel in gegaan. Ik denk het wel. Maar is de winst er voor Go Ahead. Het wint met 2-1 in de Goffert met 10 man. Was het nog even spannend naar de goal van Grot. Maar komt zijn treffer toch te laat voor NEC. En is er eindelijk winst in een uitwedstrijd voor Go Ahead Eagles. En zijn er eindelijk weer eens 3 punten. De eerste overwinning sinds 6 november.